Oh, oh, oh. Ja, wat een idee. Een staatsgreep. We hebben het hier vaak besproken in de kantine. Wat een lollig ideetje. U, u, we staan volledig aan uw kant. We komen niet. Dus uh, straks, als het klaar is, komen we even taart eten. Het it. Het verlosse. Awesome. Kunt u mij horen? Ben ik nou maar. Aan... Ben ik mijn water vergeten? Oh, dan moet je dat nog even gaan halen. Om te prutsen natuurlijk aan die, aan, die, aan die handschoenen. Die ik niet... Ik moest even de juiste handschoenen zien te winnen. En zodoende ben ik mijn water vergeten. Ja, moet je even gaan halen anders. Ja, moeten we even een pauze inlassen. Ja, dat kunnen we wel even doen. Doe even kun pauze. je mensen een pauzemuziekje? Doe een pauzemuziekje? Dan gaan we zo verder. <laughs> dat zou wat zijn. Jingle bells. Als muziekje. Ja. Als ik het toch niet ben kun je een jingle bell draaien. Ja, dat kunnen of we even doen. stille nacht, heilige nacht. Of <laughs> ja. Zo. Ja. Of Odenneboom. We hebben, we hebben genoeg. Uh, in ja, ik het... wandelde in het park en er fietste iemand voorbij. Die floot. Dus gewoon het menselijk fluiten. Werkelijk perfect, toonvast. Odenneboom. Ik was er echt van onder de indruk. Ja, nou, die is dan in de kerstsfeer, helemaal. Ja, je moet maar zo goed kunnen fluiten. Ja. Want hij floot de hele tijd. Het, uh, Op de fiets. Ja, terwijl hij fietste. Dus. Ja, knap. Zijn ademtechniek was ook kennelijk tiptoppen ja, ja, geworden. Goed, dan nou, gaan we zo door. Nou, dat geeft mij even de gelegenheid om uh, nog eventjes stil te staan bij de slavernij-excuses die premier Rutte gisteren heeft gemaakt. We hebben het daar in deze podcast verschillende keren uitgebreid over gehad. En Maarten is ondanks die excuses van de premier nog steeds niet onder de indruk van het idee en staat er ook niet achter. En in de vorige podcast legt hij dat uit. Dus uh, de moeite waard, zeker in het kader van de maatschappelijke discussie die nu gevoerd wordt, om die podcast even terug te luisteren. Je vindt hem in de show notes, maar als je terugscrolt in uh, je podcast-app, uh, dan vind je hem ook. En binnenkort, ik denk zelfs in de volgende aflevering, gaan wij het hebben over de Gouden Eeuw. En dan is het wel leuk als je nog even luistert naar de podcast van Faraday. Dat is de uitvinder die we een paar afleveringen geleden bespraken. Leuk om die aflevering te horen voordat wij beginnen over de Gouden Eeuw-aflevering. Zo, jingle pijls gedaan. Niet gefloten. Nou, zo goed kan ik dat niet. Ik lekker met bubbels. Mijn favoriete en, water. En ja, en het water met bubbels. Ja. Hey, er zijn ook nog drie uh, nieuwe afleveringen van die Meghan en Harry serie zijn er bekend gemaakt. Ah, oh, kijk eens. En er schijnt nu toch wel wat, uh, ja, wat concretere zaken schijnen erin te komen. Uh, die Harry zegt van, ja, Meghan heeft een miskraam gehad door al die uh, media-aandacht. Ja, dat kun je makkelijk zeggen, maar niet bewijzen. En door de rechtszaak met ja, de Daily Mail? Ja, het, ik ben gespeend van elke vorm van sympathie voor deze zuurkuizen. Ja, jij zei 13 miljoen, maar schijnbaar hebben ze er 100 miljoen voor gekregen. Nou ja, dat is dus nog veel en veel erger. Ja. Ja. Dat had heel wat beter besteed kunnen worden. Ja, ja, maar dit is wel een grote hit. Iedereen zit er te kijken. Behalve ja. hem, volgens hem. Dus dat scheelt. Je gaat, ja. je gaat ook niet kijken, omdat je natuurlijk de crown wel heel leuk vindt. Ja, maar de kroon is een drama. Dit dus is, het is, ook, ook, een dra dra is ja. ook een drama. Nee, dit is een drama alleen in de ogen van deze twee verwende jongelui. Ja? In feite zijn het een soort, soort klagende adolescenten. Die haring staat niet stevig op de benen. Ik kan me dat ook wel voorstellen met zo'n leven. Ja, en die is dus gevangen geraakt in het web van deze, deze actrice, topactrice. Die gedacht heeft: ik kan ook een soort, een soort wereldster worden à la à Die. Dat was ze toch al? Ze zei ook de hele tijd verdurend over Die. Nee, ze was helemaal een heel lief, wereldster. Was ze had in al die series. Beterangse actrice. En Soos, dat werd heel goed bekeken. En Amerika, ja, goed, maar niet, dat was ook niet de leading role. Dat is. Uh, Helemaal niet. Maar dan het ook weer niet mooier, want ook hier waar mensen groeien mensen uit tot, tot mythische proporties. Ik ga er geen minuut, geen seconde van bekijken. Ik begreep ook dat het in Engeland veel ergernis had gewekt. Ja, in Engeland is En echt veel ergernis had gewekt. Ja, Ze zijn wel uitgenodigd voor de kroning van Charles, begreep ik, ondanks de situatie. Oké, okay, nou, mensen er alle sterkte mee. Karel III, je weet, Karel I is onthoofd. Karel II was de meest overspelige vorst uit de Engelse geschiedenis. Dus Karel de Derde, dat wordt nog wat. Oké. Okay. Ja, we... Wie weet. He. Hij is nu 70 plus, denk ik, hè? Ruim. Ja. Ruim. Hij is een paar jaar jonger dan ik. Niet zo heel veel. Ja, maar goed, als hij degene van zijn moeder heeft. dan kan hij nog wel even een paar jaar vooruit. Ja, en van zijn vader. Want die is, zijn vader is, is nog een fractie ouder geworden dan zijn moeder. Ja. Philip is, dacht ik, 99 geworden. En zij is uh, 5, 96, zoiets. Ja, ik weet het niet precies, maar in ieder geval wel vrij oud, ja. Ja, het dus zijn tip-top tip, genen. Ja. En ja, ik weet niet hoe, 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 hoe zondig hij geleefd heeft met de whisky en de sigaretten, daar heb ik geen idee van. Maar hij is die natuurlijk een beetje gezond. Ge... En hij is toch ook van dat gezonde voedsel. Klopt. Vezelrijk ontbijt. Ja, van oude leven en maar dat zo. dat zegt niks, hè? Er zijn ook mensen die heel gezond leven. Ja, nee, wel. daar ben ik met je eens. Er zit natuurlijk ook een. Maar ik las net een stukje. naar aanleiding van een boekbespreking. over dieren die ongelooflijk oud worden. Um, dat, wat stond daar nou in? Dus een schildpad? Nee, de, ja, onder andere. Maar er zijn er meer. Ik wil er wel zo wat voorbeelden van geven. die ik nog even onthouden heb. Uh, ongeveer 25 procent. Van het oud worden is genetisch bepaald, of wordt genetisch gestuurd. Dus nou ja, dat is op zichzelf een forse portie natuurlijk. Maar het een generatie overslaan. Ja, je, je kunt iets verschrikkelijks krijgen. Je kunt gaan reizen in tropische streek en een tropische ziekte oplopen, en ga je ook dood natuurlijk. Dat is waar. Ja, ja. Nou ja, dus wel als je, Ja, het, het, als je genetisch... Dan, je hebt Volgens mij heeft het kwaliteitskrant ooit een hele reeks van stukken gehad over honderdjarigen in Nederland. Dat waren nogal wat vaker hele lui nog. Al ga je daarna dan wel vrij snel dood. Maar goed, toch vrij lui. En dat bleek toch voor een heel groot gedeelte breken dat ook families te zijn. Mm. Waar mensen werken oneindig hout werden. Ja, maar het kan een generatie overslaan natuurlijk hè? Dat kan heel goed. dat, ja, dat weet kan je niet. Een, een generatie zijn Nee, nou ja, mijn grootouders, die allemaal over de negentig zijn geworden, zei dat mijn grootmoeders beide jarenlang dement geweest zijn. Maar mijn ene opa is 96 geworden, mijn andere opa is 95 geworden. En vooral die tweede, die was nog volledig 100% bij de tijd. Dan kon hm. je gewoon zo'n opname als dit, dat had hij. Hij sprak wel wat trager dan ik. Ik spreek al traag, maar hij was echt... Wel een stuk trager, en maar nog meer geneigd om te zeggen: wat is dit nou voor vervelend gezeur? Wat een onzin. Dat is wel nog netjes uitgedrukt. Ja, hij drukte het altijd netjes uit. Wel kritisch, maar wel netjes. Ja, ja. maar hij had weinig, had weinig mededogen met de moderne wereld. Ja. Hoe heb je nog gekeken naar die nieuwe graftombe in, uh, in Delft? Nou, ik vond dat die ruim was uitgerust, hè. Dan moet ik zeggen, ik had als beeld te zien van die oude, oude afdelingen. Daar stond een kaartje ook weer in de kwaliteitskrant van al die verschillende afdelingen en hoe oud ze eigenlijk precies waren. En ik, die, die oude afbeelding, ik, ik, ik zei nog tegen mijn echtgenote, wat verschrikkelijk moet het zijn om daar te liggen. Het is maar goed dat ze dood zijn. Hè. Je zou er echt gedeprimeerd van worden. En voordat je het weet zou je suicidaal worden in die grafkelder. Nou, De architect heeft er toch heel veel moeite in gestoken. Nou, die, die, die nieuwe afdeling is allemaal uh, leuk verlicht. Met, met, met gezellige verlichting en een ruim bemeten. Dus je kunt je ook eens omdraaien. Ja. En zo. En een afdelingje voor als je ja, geïnformeerd wil worden? Ja, dat zei je ook. Hoe heet het? van die iPads erbij. Uh, nee, dat, dat, dat is daar allemaal tip-top in orde. Ja. Joh, wat maakt het uit? ...waar zie je neerleggen? Dood is dood. Het kan echt weer geen bal schelen, toch? Maar goed, is het Ze mogen mij of... ook achter in het tuin leggen als ze er zin in hebben. Ja, ik begreep dus ook dat als Klaus, als Klaus kan weggehaald worden in dat oude gedeelte. als Beatrix komt te overlijden, dan kunnen ze, ze samen in het nieuwe gedeelte neergezet worden. <laughs> dat is zo aandoenlijk, ja. ja. Dat is toch ook zo'n lied? <laughs> dat als je dood bent, dat is fijn als je naast elkaar ligt. <laughs> ik ook zo komisch. En die kinderlijke gedachten. Nou ja. Never mind. Nou ja, symbolisch is het natuurlijk. Ja. ja, maar symbolisch, ja. Ja. Kunnen we daar ook nog excuses voor aanbieden? Nee, Tuurlijk. nee, eigenlijk niet, hè? Nou ja, je kunt overal wel excuses voor ja, aanbieden. Ja, daarom. Ik dacht nog even, ja, misschien moet je hiervoor ja. ook excuses aanbieden. Ja, en de, 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 het Konink, Koningshuis heeft ook meebetald, maar wel maar een derde. Oh, het was een, een vrij begrotelijke zaak, toch? Ja. Je begrijpt wel waarom. Dat moet dan natuurlijk, ja, een hele drassige bodem neem ik aan en zo. Ja. Maar er was wel discussie over, want het is dus niet openbaar. En ja, nu mocht de pers er volgens mij eenmalig in. Maar dan moet dus de, de gemeenschap wel aan mee betalen. Ja, dat is altijd een puntje. Dat heb je ook met Huis ten Bos, natuurlijk. En, en allerlei die, van die paleizen die wij in feite, waar wij voor moeten dokken. Maar eh, dat, eh, en waar we niet in mogen. Dat, dat is natuurlijk een beetje een vervelende toestand. ja. ja. Hey, goed nieuws. Um, je hebt het altijd over een kleine overheid, maar er is nu een onderzoek uitgevoerd... en daaruit blijkt dat het uh, aantal ambtenaren bij de overheid de laatste jaren flink is toegenomen. Dus ja. de overheid wordt weer groter. Maar ja, dat verbaast me niks. Je weet dat vanaf sinds jutemis in al die, al die verkiezingsprogramma's altijd stond... weet je niet, nog Pim Fortuyn, 15% van hun ambtenaren moest eruit en zo. Dan dacht ik altijd al, maar kletskoek, een programma die nergens op slaat... En natuurlijk, zulke dingen worden gezegd door mensen die er totaal niet weten hoe het in elkaar zit. Ja. We hadden namelijk van ouds niet een verschrikkelijk grote overheid. Helemaal niet. Dat viel nog aan mee. Maar juich je dit toe, want de overheid explodeert als dat je het zo Ja, dat hangt er vanaf wat die ambtenaren uitspoken. Nou, daar wordt dus... Is zit op alle niveaus, dus van gemeentelijk, provinciaal, nationaal. Nee, we hebben het over de Rijksoverheid, hebben we het hier over. de Rijksoverheid. Ja, in 2017 telde de Rijksoverheid nog ruim 110.000 volledige banen. In 2021 waren dit er 131.000. Dus een toename van bijna 20 Ja, Het is opmerkelijk. Nou ja, dat, dit wordt pas interessant als je weet waar ze zitten en wat ze doen. Als je natuurlijk denkt dat de Belastingdienst alleen al uh, een 30 van het totaal beslaat, dan. Begrijp je natuurlijk dat het allemaal wel meevalt. Nou ja, we kunnen een paar dingen even eruit halen. Er waren onder andere meer mensen nodig bij het RIVM vanwege corona. Dat kan ik me voorstellen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland had meer mensen nodig in verband met de Groningse aardbevingen. En bij de dienst toeslagen voor de uh, afdeling van de toeslagenaffaires. Ja, zijn ook meer ja, me, Terwijl dat nog steeds niet opgelost is, dat probleem. He. Dat zakkert maar door. Ja. Alleen deze drie dingen die ik nu noem, waren bijna 6000 uh, ambtenaren extra nodig. Maar de vraag is, stellen ze in dit stukje, want het is allemaal onderzocht, of die ook wel echt allemaal nodig waren. Ja, ik heb geen idee. Zeker een stukje uit de Elseviers Weekblad of zo. Ja, dat staat hierin, ja. Maar ja dat... dat verbaast me niks, want dat is natuurlijk ideologisch ingestoken. Ja. Bij Else Elseviers Weekblad is elke, elke ambtenaar er één teveel. Maar de jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021, daar komen deze cijfers uit. Dus ah. die zijn wel allemaal uitgezocht. Okay. Nou ja, hartstikke mooi. En, en toe, ja, dat, dit zijn een aantal dingen die de overheid zelf veroorzaakt heeft. Dat, dat veel eerder hadden al deze vraagstukken aangepakt kunnen worden. En had het beter, sneller en efficiënter gedaan kunnen worden. Overigens zag ik volkomen toevallig nog eens die mevrouw die, die juriste op het ministerie van Financiën, die in de tijd dat memo heeft geschreven, van zeg. Waar zijn we hier eigenlijk mee bezig? Of in verband met die toeslagaffaire. Dus het plotseling afkappen van, van toelagen. Eh, en dan vervolgens ze ook nog dwingen om alles weer terug te betalen. omdat ze ergens een foutje hadden gemaakt. Of misschien helemaal niet. Helemaal onterecht. En dat is toch wel verschrikkelijk om aan te horen. Dus in haar. zij sprak steeds van MT's. managementteams, dat is ook zo'n moderne flauwekul uitdrukking, maar goed in haar MT, daar was, had al iemand gezegd van zeg, dat zijn hele gekke dingen, dit is niet in orde wat we aan het doen zijn. Nou, toen had zij dat dan juridisch uitgevogeld hoe dat zat en was er de conclusie gekomen, volkomen onterecht allemaal was het echt. Voor geen meter deugde had dat memo geschreven. Dacht dat, dat geef ik door aan mijn uh, hogere plaatsen in het MT, weer een andere MT, wie zal het zeggen. Niets mee gedaan. Ja, al deze lui wisten dat het memo bestond. Ze hebben het gelezen. Toen hebben ze vervolgens heel dom, heel erg dom ontkend in die verhoren dat ze ervan af wisten. Ja. Het viel te bewijzen dat ze er wel van af wisten. En nu gaan ze dus voor, voor hoe mijn eet gaan ja. ze. En terecht de mijn idee het schip in mijn eet schip. Dan krijgen ze een weken taakstrappenboel. Het zal verder niet verschrikkelijk zijn. Maar het is wel terecht dat ze gestraft worden. En ik las, las ergens een commentaar. Ja, wat wil je als de premier, dus de, dus de aanvoerder, ook ligt? Ja, dan gaan je ambtenaren natuurlijk ook mee. Ja, daar zit wat in. Nou, ik weet niet. Het is mogelijk om de minister-president wegens mijnheid te vervolgen. Als ze dat, dat kunnen aantonen. Nou ja. Geen idee. De oppositie zal er wel weer iets mee willen. Als ja, ze dat maar ik denk dat de positie van de minister-president toch ook juridisch anders is dan, ja. van, laten we zeggen, de ambtelijke top van die ministeries. Ja. Daar ging het eigenlijk om in dit geval. Nog even één dingetje over die inhuur van mensen. Er wordt dus uh, heel veel ook extern ingehuurd hè? Uh, bij de Rijksoverheid. Dus er zijn dus bijvoorbeeld adviseurs die adviseren hoe je dus uh, bepaalde zaken moet adviseren. Ja, 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 ja. Want ja dat is ook allemaal die drama's waarom die mensen enorm veel geld verdienen. Duizend euro per dag begreep ik. Kijk, is dat niet slecht toch? Nee. En uh, no, er was dus een sollicitatie die liep stuk bij op Het een. Het beste wat je kunt doen is eerst een tijdje bij de overheid werken. Kijken of je op een niveau komt dat je echt iets te beslissen hebt en dan verdwijn je. En dan verhuur je je verder als consultant. En dat gebeurt dus heel veel. Ja, dat gebeurt op grote schaal. Ja. Wat dat betreft heb ik ook de boot gemist. Ja, maar ik begrijp wel dat Emiel Roemer... die nu uh, commissaris van de Koning is in Maastricht en Limburg... die heeft ooit nog eens een keer een motie uh, ingediend. Het is ook aangenomen dat niet meer dan 10% van de totale loonsam... Die mag aan dit soort uh, uh, externe ja, indruk. Ja, ik hoop dat die dat, dat zal wel weer, weer niet nageleefd worden. Nee. Daar houden ze zich dus niet nee, aan. Nee, nee, nee. Nou ja, dat is ook met die, wat die rechter die had gezegd. Uh, dat die uh, laten we het vertragen van die gezinshereniging helemaal niet mag. En dan zegt de overheid: kijk, dit trekt ons niks van aan. Ja, ik vind dat raar. Mm. Weet je dan, een hoger beroep. Dat hoge dat zou ik toch zeggen: als de rechter dat zegt. dan heeft de Nederlandse overheid daarnaar te handelen. En niet brutaal te zeggen, ja, niks mee te maken. Nee. Ja, dan, ja zeg morgen. Er is dus een concentratiekamp in, wat de rechter verbiedt. En dan zegt u, wow, ja, niks mee te maken. He? Ja. IC... Bij wijze van spreken. Ze hebben vooral mensen nodig die ICT-achtergronden hebben. Daar hebben ze schijnbaar heel veel behoefte aan. Ik geloof het graag, ja. ja. Je weet dat het ICT-gebied, bij mij weten, de overheid nog nooit iets heeft voltooid. of naar behoren in orde heeft gebracht. Misschien kun jij je ook uh, laten inhuren voor een beetje persadvies. Als, I als ICT. Nee, uh, presentatietrainer. Als of zo. ze mij inhuren als ICT. dan weet je zeker dat alles op heel korte termijn totaal en definitief vast zal lopen. Je kunt wel aangeven hoe het heel makkelijk ingericht moet ja, worden. De simpelste dingen die mislukken bij mij al op de computer. Dus. Hmm. Maar mediaadvies zou je niet willen geven? Of, of zoiets? Ik wil best mediaadvies geven. Maar kan je zo vertellen van tevoren al dat dat niet opgevolgd gaat worden? Eh, omdat ik natuurlijk zou meestal zou zeggen: Joh, eh, eh, laat een korte verklaring horen hoe het zit, en daarmee is de kous af. Ga niet in talkshows zitten, Ga, ma maak het niet groter dan het is. Leg uit dat we een klein landje zijn. Leg uit dat de wereld niet geen bal geïnteresseerd is in wat we hier doen. Zoiets dergelijks zou ik doen. Ik ben ook ooit voorzitter van een instituutsraad geweest, ik weet niet Heb ik dat ooit verteld? Ik heb het nooit verteld. Nou, heel interessant. Ik was nog een jong medewerker, dus ze dachten: hè, hoeven wij het niet te doen? We kunnen zo nog een jong, jong, jong jochiker willen. Die is uitzetten. nog ambitieus? Die wil nog? Nou, ambitieus was eigenlijk het woord niet. Ik denk, als ik nou toch voorzitter ben geworden van de instituutsraad. dan is het natuurlijk wel handig als ik het uh, reglement van orde bestudeer. En, en zie hoe dat in elkaar zit. en wat, wat een voorzitter wel kan doen en wat hij niet kan doen. En ja, wat, hoe die dingen buiten de orde kan ver, verklaren. Ah, kortom, ik had het goed bestudeerd. We hadden instituutsraad, moet je weten, dat was altijd op vrijdagmiddag, begon om één uur. De amanuensis, de conciërge, had al eens geklaagd dat het zo lang duurde. Vaak waren ze pas om half zeven klaar. Je begrijpt met oeverloos geklets over niks. Heel typisch, omdat het natuurlijk uiteindelijk nergens over ging. Nou ja, en toen, ik, ik had het allemaal goed bestudeerd, dus ik hamerde flink erop los. En tot verbazing van, van diverse uh, reeds. Uh, uh, bejaarde hoogleraar hè, werd hen ook het woord ontnomen. Ik moet zeggen dat het tot mijn grote genoegen. dat je kon zeggen. ja, wacht eens even, professor. u bent buiten de orde. We hebben dit punt net afgehamerd. u kunt er niet op terugkomen. Zo zit het niet in elkaar hier. Nou, ze keken met grote ogen. wat er nu aan de hand was. Nou, en kortom, ik was een anderhalf uur klaar. Eén uur begonnen, half drie was het klaar. Ik weet nog dat de conciërs zei, Meneer Van Rossemuur heeft een wonder verricht. Ik ben voor het eerst op de vrijdag. dat het, dat het instituutsraad vergadert op tijd thuis. Je begrijpt hoe dit is afgelopen. Je bent eruit gegooid. Juist. Ja. juist. Ja. Ik ben in no time afgezet. Ik geloof dat ik het drie of vier keer gedaan heb. Toen hadden ze er schoolroer van. En toen duurde het weer tot half zeven met hun. Nu net een verwarrende Bazel over van weet ik wat. Waar de overige studenten volop aan meededen. Want die diende ook bij onze instituutsraad. Instituut voor Geschiedenis in Utrecht in de jaren zeventig. Allemaal moties in de instituutsraad van het Instituut voor Geschiedenis. In vergadering bijeen. verklaart zijn diepe verontwaardiging over het optreden. Van de politie in Dakka. Dat, dat soort <lacht> dingen. <lacht> daar werd dan over gestemd. Het was al. Nou ja. Was, studentenpolitiek bestond toen nog. Maar dat is toch typisch voor Nederland. Er wordt zoveel geluld. En wat doen we ermee? Niks. Nee, maar niks. Die jeugdbund. natuurlijk Want je had in feite. Uiteindelijk is al die inspraakboel. Dat is voor een belangrijk gedeelte. Is dat weer verdwenen. Ja. Vond je dat wel leuk om te doen? Nou vooral toen ik zag wat een enorme ergernis ik wekte. Met mijn op zichzelf. Dat begrepen ze ook wel. Dat ik mij keurig aan de regels hield. Sterker nog ik me aan de regels hield. En zij niet. Maar nogmaals, ze hebben al heel snel een samenzwering op het stouw gezet en me eruit gegooid. Okay. Marieke Blom van ING is ook best wel verontrust, want hij heeft gezegd: bij de overheid neemt het aantal banen veel harder toe dan in het bedrijfsleven. Dat kan niet. Oh, nou ja, ik weet niet, dat lijkt me een beetje onzin. Want als er 6000 bijkomen op een totaal van 110.000, haal het toch uiteindelijk maar om enkele procenten. Ja, nee, maar dat is alleen voor die drie dingen die ik noemde. Oh. Hè? Dus dat was alleen uh, COVID, uh, de belasting, oh. toeslagen, de deel zal dat tijdelijk zijn, neem ik aan. Ja, ja. Net zo goed dus die enorme expansie van die GGD's. Dat is toch ook tijdelijk, of niet? Ja, ja. Maar goed, wat is jouw beeld van werken bij de overheid? Ja, ik heb mijn hele leven bij de overheid gewerkt. Ja, maar wat het de samen een paar woorden. Wat zijn de kenmerken daarvan? Dat ik grotendeels in al die tijd, ik ben begonnen toen ik 27 was en ik heb doorgewerkt tot ik 65 was, dus je kunt het uitrekenen. Dat is 8, uh, wat uh, helemaal ingewikkeld. Maar goed, um, dat je zeker aanvankelijk goed betaald werd, dat is natuurlijk met, het, met de Deatman en de vroege jaren 80 is dat eigenlijk minder geworden. Dat is allemaal stilgezet. Of, en dan kan je ook, uh, al bleef mijn groep wel redelijk betaald, blijven. Wat moet ik er verder van zeggen? Inefficiënt zijn mensen wel eens. Ja, dat lag voornamelijk aan jezelf. Je werd voor een lang gedeelte werd je vrijgelaten. Ik had een chef die, die, ja, die het ook niet zo verschrikkelijk veel interesseerde wat ik uitspookte. Dus je kon veel uitspoken, je kon weinig uitspoken. Zoals in alle banen. Je kon de kantjes eraf lopen, je kon de kantjes er niet aflopen. Het ging een beetje af van je eigen inzet, eerlijk gezegd. Ik zou grotendeels zeggen dat de werkgever, in mijn geval de Rijksuniversiteit Utrecht, totaal niet geïnteresseerd was in zijn werknemers. Ik werd nog eens een keer voorgedragen voor een bevordering. En ik heb toen ook zo'n gesprekje gehad, nou de benen nog samen met mijn chef, met de personeelschef van de letterige Nou, moet je zeggen, dat was geen aangename ervaring. Want wat gebeurde daar? Nou ja, mijn chef zei dat ik het goed deed en dat er alle reden was om mij, hoe heette dat toen, hoofdmedewerker of zoiets, ben ik het alweer vergeten, eerlijk gezegd. En toen zei, ja, zei die man met zo'n achterloze, totaal ongeïnteresseerde toon. Dat zeggen ze allemaal, maar daar hebben we niks aan op deze manier. Ja, hij is later ook directeur van een gevangenis geworden. Oh ja. Dat vonden wij allemaal zo passend. dat Ik had hij op, ervaring opgedaan in die letterenfaculteit. En, en hebben ze bij die gevangenis meteen gezegd: Ja, die moeten we hebben. Dat zijn de personen die een gevangenis kunnen runnen. Nou ja, je hoort het al. Ik had er geen hoge pet van op, maar laten we eerlijk zijn: het, het was een geweldig rustig baantje. Ik ben na vier jaar tijdelijke benoeming, ben ik vast benoemd, zonder dat het verder veel problemen met zich meebracht. Dat heb ik toch wel eens verteld, mijn vaste benoeming, heb ik laatst ervan verteld. Dat ik, dat ik de koffiekamer binnenkwam en zei van, vast benoemd, ik hoef nooit meer iets te doen. Dat <laughs> vond ik zelf, vond ik het enorm geestig. werd ik door het faculteitsbestuur enige tijd daarna op het matje geroepen wat dat te betekenen had dat ik had gezegd, je hoeft nooit meer iets te doen. Dit ja, geeft eigenlijk de hele situatie al aan dat ik door een of andere lamzak verklikt was aan het faculteitsbestuur. Wat heb je gezegd toen? Dat het geestig bedoeld was. Dat ik het zelf erg geestig had gevonden. Nou, dat vond ze helemaal niet. Je begrijpt dat wel. Er was een toon aangeslagen van... Oh, oh, oh. Wat zijn we hier allemaal ongelooflijk belangrijk. Nou, niet dus. Nee, hey, er zijn nog wat vragen over de koep in Duitsland. Want, uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Daar had, had ik ook geen hoge pet van van die koep in Duitsland. Nee. nee, maar mensen vonden het wel treffend dat jij het grappig vond. Um, er zijn ook mensen die zeggen, oké okay, Maarten, hier is dus een, een staatsgreep mislukt. Wat is er nou wel nodig voor Yo, een succes? Nee, was helemaal van? geen staatsgreep, kom op. Ja, maar dat wordt wel een zo genoemd. ik bedoel, dat zijn tanks op straat. Dat is dat, het, dat het, het regeringsgebouw bestormd wordt door lui met, met, met automatische pistolen. Ik bedoel automatische wapens. Eh, dat er bloed vloeit. Eh, dat, 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 dat het deel van het leger overloopt naar de staatsgreep. Plegers komen op staatsgreep. Laat de mensen liever die foto bekijken van die, van die prins Hupakee. <laughs> met, zijn, met zijn moeder. Dan weet je zeker, daar komt niks van terecht. Nee. Er zijn toch ook mensen die, Erik de Vlieger volgens mij, die, die vond het heel serieus allemaal. Die zei, Zeker, wat... ja, Erik de Vlieger. Echt een kenner van Duitsland. De Duitse <laughs> geschiedenis, de staatsgrepengeschiedenis. Er is volgens mij een heel leuk boek over staatsgrepen van die Lutwak. Dat kan ik iedereen warm aanbevelen. Lutwak, L-U-T-T-W-A-K. Ja. Heb ik ooit gelezen, lang alleen. Leuk, interessant boek hoe dat gaat, zo'n staatsgreep. Oké, okay, maar dan, misschien kun je daar wat dingen uit hebben. Want Ruben Herrenburg, die zegt: van ja, wat, of Herrebrug, wat die zegt: wat is er nou nodig voor zo'n succesvolle staatsgreep? Jij hebt al wat dingen genoemd. Ja, je moet, wel, je moet natuurlijk het gezagsapparaat deels aan je kant hebben. Ja. Dat moet, dat moet wel, als, als dat gezagsapparaat, voor, je pleegt een staatsgreep in Nederland. We gaan even uit van de oude situatie, het binnenhof. En je kent dat gangetje wel. En hier is een tweede kamer, ik neem aan dat ik er wel eens geweest ja, ben. Ja. Nou ja, kijk, dan kun je natuurlijk met een man of dertig, met een, met een klappetjespistool kun je dat bezetten. Maar als vervolgens de Haagse politie wordt gebeld en met zes overvalwagens binnenover oprijdt, ja, dan is de staatsschep ook weer afgelopen. Dus die moeten ook bellen? Die moeten ook aan de andere nou, kant Nee, die, die, moeten, die moeten niks doen. Die moeten zeggen, staatsschep, prima. Misschien dat die politie eindelijk eens behoorlijk betaald gaat worden. We staan 100% procent achter. Ja. En dan moet je natuurlijk nog, in Nederland is ook nog een militair apparaat, dus dat moet je allemaal... Je moet het wel goed. Denk aan die staatsgreep in Rusland, in, sorry, in de Sovjet-Unie toen die nog bestond. in de zomer van 91. Slecht voorbereid. Daar waren allemaal tanks en zo. En Jeltsin klom op die tank en zei. Sodermiet erop hier. Het enige goede wat hij ooit in zijn leven heeft gedaan. En dan die staatsgreep, die was heel slecht georganiseerd. Daar was dus niet gezorgd voor backing. Eh, als, als het, als het niet, niet direct goed ging. Nou ja, dat is wel een kaarthuis in elkaar gestopt. Dus goede voorbereiding, dat is belangrijk. En je moet natuurlijk op de sleutelpositie En het is mensen... ook maar een beetje voorbereiding. Het is niet zo dat je. Deze laden ook ook geoefend in het Dennenbos met schieten. Maar dat is, dat is het niet. Nogmaals, je moet, het, je moet het, het, een overtuigend deel van het gezagsapparaat aan je kant weten te krijgen. Ja, en hoe doe je dat? Met steekpenningen? Meestal wel, ja. Hoe gaat dat in Afrikaanse landen? Dus daar zit al een regering van tevoren. Staatsgreep die de sezanten gepleegd hebben. En daarna, een jaar of vijf, beginnen de nieuwe sezanten ongeduldig te worden. Die willen ook een staatsgreep. En die hebben dan natuurlijk meestal het leger aan hun kant. Hmm. Ja, dan ex ze weer namen. Ja, ja en dan, dan. je ervan. Maar dan, precies, maar dan lijkt, lijkt dat hier in Nederland lijkt dat niet, eigenlijk niet dat, dat dat voor gaat komen. Nee, dat kan in Nederland niet. Maar waarom niet? Omdat het mij onwaarschijnlijk lijkt dat de chef van de politie in Den Haag zal zeggen: Ja, wat een idee! Een staatsgreep! We hebben het hier vaak besproken in de kantine. Wat een lollig ideetje. We staan volledig aan uw kant. We komen niet. Dus uh, straks als het klaar is, komen wij even taart eten. Het zit. Als er heel veel ontevredenheid is, dan kun je misschien wel. Dat is hier een voedingsbodem voor. Het is toch niet georganiseerd hier? De ontevredenheid is niet georganiseerd. Maar dat in Nederland. kun je natuurlijk wel helpen. De meest grootste ontevreden groep die wij kennen, electoraal, is de PVV. En dat is, dat is een partij met één lid, dus daar is al helemaal niks georganiseerd. Ja, maar die kan ook bij de politie zitten. Die zeggen van, ja, dat vinden wij ook, wat die Geert die, zegt. Nee, maar die is niet, daar, daar is het politieapparaat als zodanig belangrijker dan of sommige agenten misschien PVV-standpunten eh, hebben. Ja. Oké, okay, dus jij vindt het echt ondenkbaar dat dit ooit gebeurt? Ja, zoals ik het nu zie in Nederland, is het nu in Nederland ondenkbaar. Ja. Is dat voor de eeuwigheid vastgelegd? God mag het weten. Ja. Voordat je een recessie krijgt die 30 jaar duurt en, en er gebeuren de verschrikkelijkste dingen, het water stijgt twee keer zo snel, ik bedoel, God mag het weten. Ja. Ik bedoel, je kunt je allerlei crisisverschijnselen voorstellen, maar nu, nee. Staat er in dat boek ook iets en hoe een lang... In geen enkel klein west europees land is dit mogelijk. Ja. Hoe lang moet je dat voorbereiden, zo'n staatsgreep? Staat dat ook in dat boek? Ah, dat ik, ik, God, dat, ik heb Lutwak gelezen, dat moet al 30 jaar geleden oh, zijn okay. of zo. Dus daar weet ik niet precies ja. meer. En wat we in Peru nu zien, is dat ook een staatsgreep? Daar hebben ze die, die minister-president... Ja, nou, een soort van. Komt. Omdat natuurlijk de, de zittende president ook een soort staatsgreep wilde plegen. Dus denk een staatsgreep tegen een mogelijkheid van een staatsgreep. Maar Peru is een al langdurig gedestabiliseerd land. En ook al een langdurig gedestabiliseerde politieke situatie. Ja, want die minister-president of de president daar is vastgezet. Ja, omdat ja, dat ze zeggen: We zagen donder sinds die Fujimori. En dat is nooit meer goed gekomen. Ja. Wel vervelend dat Nederlanders daar dus niet meer weg kunnen. Hè? Want uh, dat begreep ik. 4000 man waren bij de Mac -Macu Picu of Machu Picchu. Hoe ja, je dat moet de Toeristische trekpleister daar. Die konden niet meer weg. Nee, omdat dus de demonstranten die. Fan zijn van die president, die zijn gaan demonstreren. Die hebben veel treinbanen getim, uh, geblokkeerd ja, en die dingen in brand. En zo, ja, zeker. Ja, dus ik zag je er maar zitten daar tussen die Inca en Ruminische. Maar ja. nou, sommige Nederlanders is kan het wel. wel romantisch zijn natuurlijk. Ja, maar ik denk dat je op dat moment heel graag weg wil. En dat is sommige Nederlanders gelukt, met een bootje zijn ze ja, weggegaan. Dit is, dit is, heb ik, ik heb het al eens eerder over dat die roman die Hofland ooit geschreven heeft. Nee, niet hier volgens mij. Nee? Nee, ik kan me niet herinneren. Nou, dat is een, dan ben ik even vergeten. Nacht over Alicante heet dat romannetje. Het is als roman niet zo bijster geslaagd, maar het gaat over dit idee. Namelijk dat, dat de, de, de hoofdfiguur bevindt zich in Alicante, dus je weet, een vervelende Spaanse badplaats. En s'ochtends kijkt hij in de krant en de derde wereldoorlog is begonnen. Hij kan er een klein beetje nadenken, dus hij betekent, begrijpt onmiddellijk, kan ik terug? He, hij wil zijn leven niet in Alicante slijten of verliezen. Hij wil terug naar Nederland. Dus hij spoedt zich naar het station en. Plf, hij rijdt al lang geen trein meer naar, naar het noorden. Alles is chaotisch. Hij denkt: nou, misschien kan ik als met de taxi nog naar het vliegveld van Alicante. misschien staat er nog wat. met draaiende motoren. Nee, hij kan niet meer weg. Niet waar? De angstdroom van elke toerist. Dat je in zo'n plaats zit, laat staan zoiets gruwelijks als Alicante, en dat je niet meer weg kunt. Ik vond dat een geweldig idee. Het is nou jammer dat Hofland niet een groot romanschrijver was, maar het was een geweldig idee. Hoe vaak ik zelf niet gedacht heb: stel je voor dat we hier niet meer wegkomen. Op Rapid City bijvoorbeeld. Ik weet nog goed dat ik. Dat ik, ik wij logeerden toen, of liever wij. Brachten onze vakantie door, ja, ook wat aan de Kroatische kust in Joegoslavië? Lang, lang geleden. Lang, lang, lang voor de burgeroorlog. We hadden nog geen kinderen enzovoort. Er was daar nauwelijks communicatie met de rest van de wereld. Dus ik ging altijd een krant kopen in Dubrovnik. Dat was ietsje verderop aan de kust. Eh, maar in Dubrovnik was maar één Nederlandse krant te kopen. Je begrijpt welke krant dat is. De T. Ja, precies. <laughs> de krant van. Reizend Nederland, zou ik maar zeggen. Ja, van toeristisch Nederland. Ja, thee voor toeristisch Nederland. Ja, en die opende met een enorme kop op de voorpagina oorlog tussen de Sovjet-Unie en China. Dat was toen bij die, bij die grensrivier daar, weet ik het, de Oezuri of zo. En die Chinezen stonden daar met dat rode boekje te wapperen, ook zo'n vars, Maar goed, en, en ja, het is dus volgens de Telegraaf werd het oorlog. Dus heb ik ook nog opgebeld en zo, of geprobeerd contact, maar uiteindelijk bleek het een nat klappertje te zijn. De telegraaf dacht gewoon we nou, ook eens een beetje opwinding in de tent creëren. Dus het stelde niks voor, maar toen dacht ik ook van ja, pot voor drie. hoe kan ik gaan nou rijden? Hè? Ik heb helemaal geen zin om hier aan de Kroatische kust mijn leven te beëindigen. Dus ja, nacht over Alicante. Misschien, misschien kan het, is het nog antiquarisch verkrijgbaar, ik heb geen idee. Bij deze, er zal vast wel iemand zijn die iemand kent, of misschien heeft wel iemand het. Dus geen Hofland. Leuk. Geweldige columnist, maar een waardeloze <laughs> romanschrijver, maar wel met leuke ideeën. Ja, en nu dus weer actueel door Peru en die Nederlanders ja. daar. Er was een, een, een stel, die hebben dus nog een bootje gevonden. En ze zijn op dat bootje gaan zitten, voordat die demonstranten erachter kwamen dat dat bootje dus naar volgens mij Bolivia uh, ging. En die zijn dus ontsnapt. Maar er zijn ook andere mensen die moesten met een treintje van die toeristische trekpleister naar ja, beneden. Ja, ik denk aan kuifje. Het kuifje en de zonnetempel kan ik in dit verband warm aanbevelen. Erg leuk trouwens. Goed. Gebeurt dat daar ook in? Nou, dan heb je dat treintje. En dat ja, gaat ook niet met ver. Met dat treintje daar naar de, de, de bergen in. Ja, dan blijkt die zonnetempel achter een waterval te zitten. Je kent het. Je nee. Je moet al die kuifjes nou eens een keer leven. Nee, vind ik een kuifje zo stom. Ik vond ja? alleen die hond leuk. Bobby. En die, en die nou, malle Nou, Bobby professie. is een uniek dier, wat natuurlijk alle eigenschappen heeft die Kuifje niet heeft. Nou, Bobby is alcoholisch aangelegd, hè. Ik weet niet hoeveel scènes er niet zijn van lekkende jeneverflessen, omgevallen whisky-glazen. En nou, meteen is Bobby paraat om het op te likken, zal ik maar zeggen. En Bobby eh, zegt regelmatig wat iedereen denkt die dat boek zit te lezen. Nou, nu is hij echt gek geworden, hè. Of... Waar is dat nou voor nodig? He, dat is toch helemaal. Nou ja, dit soort van hele nuttige opmerkingen heeft Bobby. Dus Bobby is echt heel leuk. Nee, Kuifje is zeker. En die professor is ook leuk. Ja, Zonnebloem natuurlijk. He. Door een Sol. Um, ja, ik er, er zijn een aantal Kuifje-albums die echt tot de, tot de fantastische klassiekers van het stripwezen horen. Ja. Hoe vind jij de situatie in Iran? Wordt ook gevraagd door veel mensen. Ja, daar, daar hebben we natuurlijk eigenlijk nauwelijks aandacht aan besteed. Maar gek genoeg ook. Ik heb ook de indruk dat de, dat de wereldpers daar nou niet zo verschrikkelijk veel aandacht nee, maar aan besteedt. Het is steekt. toch wel heel erg wat daar gebeurt. Want ik las een artikel, dat ben ik ook zoals altijd weer vergeten waar, Ik was een beetje rondneus op het, op het internet, eh, dat dit na de schrijver van het artikel althans eh, nog wat begin van het einde is voor het regime van de Moela's. Dat dit niet goed kan aflopen voor de daar heersende dictatuur, En dat zou natuurlijk heel goed nieuws zijn. Dat vooral natuurlijk... Het, het, Iran heeft een relatief hele jonge bevolking. En het teneur van het stuk was een beetje... Die heeft er echt goed genoeg van. Hè, van, deze, van deze religieuze... Overigens ook ongelooflijk corrupte poppenkast. Mm. Dus laten we het hopen. Want het laatste nieuws is dat Want demonstranten gewoon vermoord worden. Er zijn onder de doden gevallen. Ja. En er worden mensen geëxecuteerd. Demonstranten dus, ook hè. Die dus, ja, ja. Dus dat, dat Maar goed, het artikel was in feite optimistisch gestemd. Ja. Het was het begin van het einde. Ja. Je ziet ook heel veel mensen uit Iran die dus daar weg zijn en die bijvoorbeeld uh, hoge posities in de sport, in de politiek of in, de, in de, ja, de rest van de wereld bekleden. Dat die zich ook nu uitspreken daartegen. Die kunnen natuurlijk niet meer terug, maar die brengen wel hun familie in gevaar die daar nog zit. Ja, dus kennelijk zijn er veel mensen die denken dit gaat toch, hoe, je het ook, hoe gewelddadig ook, de goede kant op. Hmm. Maar wat kunnen we nog doen? Want er zijn al zoveel sancties aan dat land opgelegd. Geen idee. Je kunt ze beloven dat we met de sancties stoppen zodra die halve garen met die rare hoofddeksels verdwenen zijn. Maar zouden ze dat willen? Geen idee. Want ze kunnen ik, het nu ook redden. Ik weet bij, bijster weinig van Iran. Ik, het enige wat ik weet is dat als je Iran bezoekt, dat het eigenlijk een gewoon modern land is. Wat zucht onder de dictatuur van die moela's van die. Die bovendien, naar ik begreep, is hun religieuze autoriteit ook feitelijk een vrij dubieuze zaak. Hm. Maar goed, ik heb er geen verstand van dus. Maar het zou wel een zegen zijn. Ja, wie zijn de vrienden van Iran? Uh, Rusland natuurlijk. Uh, zeker Rusland. Nou ja, de vrienden van Iran, dat zijn... Noord-Korea. De... Maar daar heb je niet zoveel aan, denk ik. Nee, dat zijn natuurlijk... Dat is de bekende groep van, in, van, van nationale paria's. Het uh, is dus die overal, ja, die slachtoffer zijn van sanctiebeleid. En die allerlei dingen hebben gedaan die wij niet mooi vinden. Ja. Oké, okay, andere vraag. Gaat over NPO 2... Uh, NPO 2 heeft een onderzoek na laten doen. Uh, en daarin omschrijft zij zichzelf als de zender voor de welgestelde verdiepingszoeker. De behoedzame senior. <laughs> en daar wordt van gezegd: ja, dat lijken me duidelijk ook woorden voor de elite en de grachtengordel. En dat is opvallend om uh, een hele zender dus om te gooien en op welgestelde te baseren. Want radar, opsporing verzorgd en kassa gaan naar schermen naartoe. En dat is natuurlijk toch uh, ja, voor een heel ander publiek. En jullie programma, de slimste, gaat weg bij NPO 2. Ik weet van niks. Is dat zo? Hebben ze besloten, de, ze zullen toch niet in het openbaar... en in een voor iedereen toegankelijk document hebben geschreven... wat wij van NPO 2 moeten maken, is een elite zender. Nee, dat staat in... Een grachtengordel Maar dit staat in de Volkskrant. Er is een artikeltje in de Volkskrant en daar staat dit dus in. Ja, ik heb geen flauw idee. Wat ik al te gek vind is natuurlijk dat in, in een omroepland. Dat die NPO kan doen en laten waar ze zin in hebben. zonder dat ze, naar mijn idee, enige vorm van democratische legitimiteit hebben. En dat dat ook geldt voor de, voor de, hoe heet het, de zendercoördinatoren. Hoe heet dat? De, de netcoördinatoren. Ja, dat zijn een beetje degenen die bepalen. Er wordt altijd gezegd dat ze niks te vertellen hebben. Mijn indruk is dat ze vrijwel alles te vertellen hebben. Ja, ja. En even goed om te Wij zijn niet uh, ge ge gepeild over of wij het leuk vonden om van twee naar één te gaan. Nee, dat vonden we helemaal niet leuk. Of liever gezegd, we hadden er niks mee. We zijn een dag kwijtgeraakt. Uh, hè, de vrijdag, die, die wordt er nu afgehaald. Dus nee, we werden prima bekeken. Er was niks mis mee op twee. En alle mensen, ja, maar nu gaan we dan meer kwijt. Kijk, nou, dat is nauwelijks mogelijk bij de slimste mens. Ik kan me niet voorstellen. Dus nee, ik vind. Nee, ik we hadden daar wel liever gewoon op die positie willen blijven. Want je begint nu na het NOS-journaal, maar dat was toen ook al zo. hè? Dat was we half negen geloof ik begonnen, toch? Ja, dus na het journaal, dus wel zeggen ze een goede lied in. Hè? Want er kijken al veel mensen naar. Ja, ook dat valt erg mee. In het algemeen is het, is het een klassieke idee in Nederland was dat mensen een avondje Avro kijken. Of een avondje met de tros zitten. Met speciale chocolademelk die ze gratis van de tros kunnen betrekken. Dat is helemaal niet zo. Het is al lang zo dat kijkers niet op hun snuffet zijn gevallen. En sinds we die, die, die afstandsbediening hebben, kun je, met, kun je moeiteloos door het hele godvergeten zenderpakket heen flitsen. Ja. Sterker nog, mijn zoon die deed de hele boel allemaal achter elkaar. En die beweerde dat hij alle programma's kon volgen. Als hij gewoon maar rustig en regelmatig bleef doorklikken. Ja. ja. Even kijken, er zijn nog wat uh, verschillende vragen gesteld. Uh, Maarten, mijn naam is uh, Jesse Mozes, 53 jaar en woon in Roermond. Het woord uh, santekraam, dat wordt ook in Limburg gebruikt. Wordt hier nog regelmatig zelfs gebruikt. Ik luister altijd met heel veel plezier en ik vind het leuk om in ieder geval ook dit woord nog eens een keer te horen. Dus santekraam is een woord wat in het Limburgs dialect nog vaak gebruikt maar Ik geloof het graag, omdat het, ja, het uh, een heel katholieke provincie was. Dat ja. zijn, zijn al die katholieke sinten en santen. Die bedoeld worden met de Sinterklaas. Ja. Oké. Okay, nou, tot zover. Um, volgende aflevering. Ik kondig dat al aan. Gaan we het hebben over de Gouden Eeuw. Abonneer je in je podcast-app, dan ben je als eerste op de hoogte van nieuwe afleveringen. En volg ons ook op de socials. Maarten Podcast op Twitter en op Instagram. Oh oh oh. Wat zijn we hier allemaal ongelooflijk belangrijk. Nou. Volkskrant is een Er staat een nieuw luisterboek voor je klaar, namelijk de live podcast van afgelopen dinsdag: Amerika na de Koude Oorlog. En net is Margaret Thatcher bij, bij Bush op bezoek en kennelijk hebben ze het erover gehad. En dan zegt Margaret Thatcher in het openbaar: Don't go wobbly on me, George. De live podcast luister je nu terug als luisterboek via het linkje in de beschrijving. Ik ben nu 79. Denkt u dat ik, dat ik het vertrek van Rutte nog ga meemaken? Julian Jachtenberg is genomineerd als Groene Impactmaker van 2023. En dat doet hij met een uniek idee. Met welk idee hij dat doet, hoor je in de podcast Sea Level. Ik sprak hem laatst en de link heb ik in de show notes gezet, zodat je de aflevering nu kunt luisteren.